hele goede morgen. Het is zaterdag en het is inmiddels al 1 uur geweest. We hebben echt super lekker uitgeslapen, samen koffie gedronken, ontbeten. Ruben moet om het weekend werken, dus het is zo lekker als hij dan een weekend vrij is. En ik ook weinig plannen heb om dan ja, lekker samen te chillen. Hij is nu naar de sportschool en ik ga nu video's opnemen. Ik heb net ook al de badkamer schoongemaakt. Dat was echt hoog nodig. Dus die is weer heerlijk schoon. Daar ben ik echt zo blij mee. Dus ik ga zo wat video's opnemen. Kijk, moet je kijken. Sinds kort zit Sammy dus de hele tijd hier voor de bank te chillen. En soms dan lijkt het net of hij wat achtervolgt onder de bank. En gaat hij met zijn poot eronder. En dat is zo, ja, een beetje eng. Alsof er dan zeg maar iets zit. Dus we hebben al meerdere keren die bank omhoog gehaald om te kijken of er een muis zit of een speeltje of iets. Maar er zit niks. Er liggen geen muizenkeutels. We horen niks. We zien ook niks. Maar toch zit hij de hele tijd daar een soort van, en nu weer. Gewoon een soort alsof er wel wat zit. Dus ik word er een beetje bang van. Want ik denk, zal er echt niet iets zitten? Maar goed. Ik heb al meerdere keren gekeken. Verder ben ik echt zo, zo blij dat ik vandaag eigenlijk geen plannen heb gepland. Er zijn wel meerdere vriendinnen en mensen waar ik mee wil afspreken. En die ook vragen van, hey, wanneer kan je afspreken? Maar ik weet gewoon dat ik echt zo, zo druk ben geweest afgelopen week. En volgende week weer met kerst en werk en zo. Ik had echt maandag gingen we ergens heen in de avond naar werk. Dinsdag zijn we bij mijn ouders gaan eten. Woensdag was mijn vader jarig. En gingen we ook nog naar Rubens vader eten. Donderdagavond had ik Sinterkerst en Nieuw met vriendinnen. Gisteravond had ik een kerstdiner met mijn werk. Vanavond gaan we uit eten met mijn gezin voor mijn vaders verjaardag, die is 60 geworden. Dus ik heb zoveel plannen gehad deze week dat ik echt dacht, ik moet vandaag gewoon even thuis zijn en niks doen. En ik moet zeggen dat ik het best moeilijk vind om dan tegen vriendinnen te zeggen van, hey, zullen we het in januari doen, want ik heb het heel druk. Omdat ik weet dat ik bijvoorbeeld vandaag geen plannen heb. Maar ik weet ook, als ik vandaag afspreek, dat ik dan mezelf alleen maar in de weg zit eigenlijk. Met drukte en bijkomen wat dan niet lukt en lastig. Ik vind dat echt nog steeds lastig. En ik ben er echt wel stappen in aan het maken en aan het leren om voor mezelf te kiezen. Zonder dat ik iemand dan indirect hoop te kwetsen. Maar goed, ik vind het een lastig ding. En ik denk dat meerdere mensen hier misschien wel mee struggelen in de maand december. Ik hoop gewoon dat mijn vriendinnen het niet persoonlijk nemen. Maar als het goed is, doen ze dat niet. Aangezien ze ook weten dat ik, ja, het lastig vind om voor mezelf te kiezen. En misschien dan alleen maar blij zijn als ik dat wel een keer doe. Hoop ik. Tenminste, ik zou dat wel voor hun zijn. Dus, nou ja. Dit is eventjes mijn gedachtenspinsel deze ochtend. Ja, ik ga even alles klaarzetten om een video op te nemen of meerdere video's voor mijn ASMR kanaal. Ga ik even kijken wat ik de rest van de middag ga doen. Ik denk gewoon lekker editen dan ook. Heerlijk, even lekker een dagje thuis. En wat echt heel shit is, is deze plant gaat gewoon dood. En ik moet zeggen, deze plant en de plant die hierboven staat gaan gewoon heel slecht. En ik denk dat dat komt omdat ze gewoon weinig licht krijgen nu op dit moment hier. Terwijl ze gingen zo goed. Dus ik baal echt, want dit is echt een super mooie hoya plant die ik echt al heel erg lang heb en die het zo goed deed. Maar ja, ik moet zo maar eventjes kijken hoe ik dit ga fixen, want ik ben nu alle plantjes aan het water geven. Maar ja, helaas in dit koude weer, want het is ook echt koud hier binnen, doen ze het gewoon niet super goed. En is het echt lastig met water geven, maar goed. We gaan kijken wat we kunnen redden. Zo, oh, ik heb net 4 ASMR video's opgenomen. Mijn microfoon staat er nog. Ik ben kapot. Het vraagt best wel veel van je om een soort van rustig de video's op te nemen. En echt, ja, ik weet niet. Het is gewoon soms best vermoeiend. Ook omdat je gewoon zelf een soort van in een relaxed stand komt. Waardoor je zelf ook een beetje wil slapen of zo. Ik weet het niet. Ik ben gewoon best wel een beetje moe ineens. Maar heel chill. Ik heb nu alle video's voor de ASMR-mus. Dus een soort van vlogmus, maar dan voor ASMR. Voor op mijn Things to ASMR kanaal. Opgenomen. Dus echt alle video's zijn klaar.
qua opnemen. Dus dat is heel erg fijn. Ik ga proberen om ze nu ook allemaal te editen. Dat alles gewoon gedaan is, klaar is. Dat ik gewoon ook straks kan genieten van mijn vakantie. Dat ik kan genieten van even helemaal niks doen. Misschien juist vooruit kan werken voor in januari alvast. Ik ga alleen morgenavond nog een custom video, dus een gepersonaliseerde ASMR video opnemen. Dat houdt in dat iemand een verzoek instuurt voor bijvoorbeeld 25 minuten een video waarin ik bijvoorbeeld ga tappen op hout of op glas of bijvoorbeeld fabric sounds maak. Haar of zijn naam kan zeggen, bepaalde achtergronden. Dus echt helemaal een video met jouw favoriete triggers, zeg maar. En daar betaal je dan een bepaald bedrag voor. Het ligt er dus aan of je hem openbaar wil of privé en hoe lang. Ik ga altijd alleen maar in op normale verzoeken, gekke verzoeken of iets. Krijg ik gelukkig bijna nooit, maar antwoord ik niet eens op. Dus het is wel gewoon echt serieus daarin. Gewoon normale verzoeken. Maar ja, dat vraagt natuurlijk ook wel gewoon best wel veel tijd om daar een goede video voor te maken. Maar dat ga ik morgenavond doen, want diegene wil het graag bij donker licht, zeg maar. Dus een beetje schemer. Ja, dat. Dus 4 video's opgenomen en nu even lekker editen. Ik ga ook eventjes mooie foto's maken van mijn boom, van mijn kerstboom. Die hebben jullie vorige week in mijn vlog kunnen zien. Hebben jullie een kerstboomtour gehad. Maar ik vind het wel leuk om een foto te maken van hoe die dit jaar is. Onze eerste kerstboom. En dan ieder jaar een mooie foto maken. Dus dat ga ik even doen. En ik ga even alle zooi hier opruimen van mijn video. Ja, dat. Oh, heerlijk. Nou, oké, genoeg gepraat. Ik ga even aan de slag. Ja, ik zie jullie zo weer. Zo. Alle 4 de video's zijn geëdit. Mijn haar ziet er ook niet uit. Maar ik ga zo heerlijk uit eten. Voor mijn vaders verjaardag dus nog. Hij is 60 geworden. Gaan we heerlijk uit eten bij Koeien en Kaas voor de mensen die dat kennen. Dus ik ga me even omkleden en klaarmaken. En dan zal ik even mijn outfit laten zien aan jullie. Zo, dit is mijn outfit geworden. Ik ga jullie even neerzetten. Kun je het een beetje zien? Nee, Sammy, je gaat niet naar buiten. Ik heb een jumpsuit aan met mijn Martens eronder. En deze jumpsuit heb ik via een oud collega gekregen. Ik vond hem wel heel leuk voor deze gelegenheid. En ja, dat is het. Als je een jumpsuit aan hebt, heb je natuurlijk maar 1 ding aan. Verder een ketting van Kralen Industrie en van Anna Luisa. En nu gaan we onderweg naar Koeien en Kaas om lekker te eten. Een hele goede middag. Het is zondag en het is 2 uur. We hebben heerlijk uitgeslapen. Het was echt heel erg fijn. Gisteren zijn we dus lekker uit eten geweest bij Koeien en Kaas. Vervolgens zijn we nog uit geweest in Bar Amsterdam. Dus dat was wel echt heel erg gezellig. Er waren ook vrienden van ons. En ik was samen dan met Ruben, mijn broer en mijn broertje. Dus dat was echt wel even gezellig. We zijn niet heel lang geweest, maar het was wel even leuk om te gaan. Vervolgens lagen we denk ik om 3 uur in bed of zo. Dus best wel nog een soort laat. Vanochtend hebben we lekker uitgeslapen en samen ontbeten en zo. En net hebben we echt bijna het hele huis schoongemaakt samen. Gisteren had ik natuurlijk al de badkamer gedaan. En nu hebben we het hele huis gestofzuigd, het hele huis gedweld. Het bed verschoond, wasje staat aan. De wc schoongemaakt, dus echt even lekker het hele huis gesopt. Dus dat is wel echt zo chill. Als je dan samen eventjes je schouders eronder zet, ben je binnen een half uur ook gewoon klaar. Dus heerlijk, zo'n schoon huis. Iedereen is aan het schaatsen vandaag en gisteren. En ik merk dan toch wel een beetje FOMO of zo. Gisteren had ik het al een beetje over de druk die je kan ervaren om toch met iedereen af te moeten spreken als je soort niks doet of zo. Terwijl je weet als je een drukke week hebt, dat rust voor jezelf even beter is.
En dat geldt hetzelfde een beetje voor FOMO natuurlijk. Fear of missing out. Dat als iedereen iets aan het doen is, dat jij ook het idee hebt dat je dat moet doen. Terwijl je er misschien eigenlijk helemaal geen zin in hebt. Nou, dat heb ik nu ook een beetje. Ik ben eerlijk gezegd niet zo heel erg van het schaatsen. Ik vind het wel heel leuk als bijvoorbeeld met een groep, lekker op het ijs, drankje erbij. Dat lijkt me wel heel erg leuk, maar echt een hele ronde schaatsen. Ja, ik doe ook geen sport. Dus ik heb geen conditie, ik heb geen beenspieren. Na 5 minuten ben ik al moe, kan ik niet meer meekomen met de groep. Dus ja, het is gewoon niet heel erg, ja, iets waarvan ik denk, oh, dat moet ik nu echt gaan doen of zo. Maar tegelijkertijd voel ik wel heel erg dat ik denk, ja, maar straks komt er heel lang geen ijs meer. Straks komt er volgend jaar misschien wel geen ijs. Heb ik niet geschaatst? Heeft iedereen het over dat het zo leuk was om te schaatsen en ben ik er niet geweest? Dat voel ik ook wel weer tegelijkertijd. En dat vind ik soms ook wel lastig nog. Ik merk dat ik er wel echt stap in heb gemaakt. Normaal zou ik gelijk het ijs op gaan, omdat iedereen het doet. En nu heb ik zoiets van, nee, ik blijf hier thuis. Maar toch gaat het wel in mijn hoofd om. Dus ik maak stappen, maar ik ben er nog niet. Maar misschien blijft het ook gewoon iets van mij. Maar ik dacht, ja, misschien is het wel goed om het daar gewoon even ook over te hebben in de vlog. Want ik denk dat heel veel mensen hier last van hebben. En ja, weet dus dat je niet alleen bent. En dat het ook niet gek is als je FOMO ervaart op wat voor manier dan ook. Kan ook met kerst zo zijn dat iedereen heel veel gaat doen met kerst en jij zoiets hebt van, ik ga eindelijk op mijn vrijdag lekker uitslapen en niks doen in plaats van al die plannen. Ja, probeer daarin echt gewoon voor jezelf te kiezen waar jij plezier uit haalt en energie uit haalt. En weet je, ik zeg altijd maar echte vrienden die begrijpen het als je er even een keer niet bij bent. En die moedigen het alleen maar aan als je voor jezelf kiest om tijd voor jezelf te nemen. En al gaan mensen er echt een heel probleem van maken, dan denk ik dat zij ook nog niet zo ver zijn dat ze beseffen hoe fijn me-time kan zijn. Ja, probeer gewoon echt eventjes goed bij jezelf te voelen. Wat wil ik? En daar ook naar te handelen. En desnoods leg je het uit aan je vrienden van, hey, ik heb vandaag echt even rust nodig. Ik ben zo moe. Of ik heb een drukke tijd gehad. Of er staat een drukke tijd te wachten. Ik kom bijna niet aan mijn woorden. Ja, dan moet ze het wel begrijpen, hoop ik. Ja, deze vlog heb ik het veel daarover. Maar het is ook wel eens even goed om een keertje gewoon een beetje te kletsen met jullie. Ja, dat. Ik heb heerlijk gedoucht net. Ik heb me aangekleed. Ik heb een super chille trui aan van Chiquelle. Echt love deze trui. En net liep ik naar beneden en het is dus gedweld. Dus ik dacht, oh, ik moet even goed kijken waar ik loop. En ik loop gewoon vol tegen de deur aan. Echt zo typisch iets voor mij. Dat ik gewoon weer vol tegen de deur aanloop. Mijn coördinatie. Ik ben echt zo onhandig. Maar goed, dat was weer heel het geklets. Wij gaan straks naar Rubens broer. Dan gaan we de finale van het WK kijken. We doen met heel de familie van Ruben, of het gezin van Ruben, een WK-pool. Dus het is wel leuk om daar ook nog een soort van afsluiting van te hebben. Tot nu toe sta ik nog eerste. Ben benieuwd hoe dat straks gaat zijn na de finale. Natuurlijk na de finale punten. Ja, dus daar gaan we straks gezellig heen. Ik heb trouwens al echt dagen deze adventskalender niet geopend. Mijn Rituals adventskalender wel. Want die unbox ik natuurlijk op mijn Instagram. Maar die ik van werk heb gehad van Oil & Vinegar. I don't know hoe ik het uitspreek, maar je snapt me. Heb ik echt al dagen niet geopend. Dus laten we die lekker gezellig samen openmaken. Ik lig heerlijk onder het kleedje trouwens. Echt zo chill. Was echt 10 de laatste. Het is nu de 18e. Nou, nee, 12 is misschien de laatste. Nou ja, we gaan gewoon kijken waar we gebleven zijn. Volgens mij had ik 11. Ja, 11 had ik wel opengemaakt. 12. Even kijken. Oh ja, kijk, hier ben ik gebleven. Oh, het is een kaars. Wat leuk. Oeh, lekker. Heel leuk dat er een kaars in zit. Dan gaan we naar 13. Wow. Grootste vak. 13 is echt de grootste. Ik ga even kijken hoe ik deze ga openen. Oh, het is gewoon echt ook een doosje. Oh, wat leuk.
Wauw, een Rose Petal Shen. Wat super, super leuk zeg. Ziet er ook echt heel erg leuk uit. Oh, heel leuk dat dit er ook in zit. Want tot nu toe waren het vooral echt olies en echt dingen om mee te bakken en zo. Dus wel leuk dat er ook zoiets in zit. Oké, okay, even kijken. Nummer 14. Where are you? Oh, hier. Oh, wat is dit dan? Herb blend. Dit zijn denk ik gewoon specerijen of zo. Of kruiden. Nummer 15. Moet die wel even scherp stellen. Een marinade. Van paprika, tomaat en ui. Zie ik hier gelijk nummertje 16. En hier zit weer een olie in met black truffle. Heel leuk. Love truffle. Dus dit komt zeker van pas. Gaan we naar 17. Het ene laatste vakje die we nu gaan openmaken. Zo. Een gin vinegar. Ik weet gewoon niet hoe ik dit kan uitspreken. Maar voor salades, mocktails en vis staat erop. Nou, ik weet niet of ik dit heel snel gebruik. Maar het ziet er wel zo schattig uit, die kleine flesjes. En dan nummertje 18. De laatste voor vandaag. Oh, wat lekker. Limoncello noga. Oh, die ziet er heel goed uit. Yum yum. Ik hou ook van limoncello. Dus dit is echt heel leuk. Nou, echt super. Deze hoort er niet bij. Maar echt super leuke dingen zaten erin tot nu toe. Ik ben altijd zo benieuwd naar de laatste dagen van die kalender. Wat er dan allemaal in gaat zitten. Dus ik kan niet wachten om de rest te openen. Echt heel erg leuk deze kalender. Wat ik verder erin heb zitten kan je in de vorige weekendvlog zien. Want daar laat ik de rest allemaal zien wat er tot dan toe in zat. Dus 12 dagen. Of 11 dagen. Ja, dat was deze adventkalender. Vandaag zat er in de Rituals adventkalender weer een kaars. Zo'n adventskaars. En verder zat er deze week een shampoo, een conditioner en een haarolie in. Een shower gel voor mannen. Oh ja, en een olie. Maar ik zal dat ook wel, als ik de laatste ga openen, het laatste vakje, zal ik ook wel even heel de kalender laten zien wat erin zat. Hetzelfde geldt voor deze kalender. Ja, wij gaan nu klaarmaken en naar Rubens broer toe. Zo, we zijn weer thuis. Het is inmiddels al 10 uur geweest. We hebben daar voetbal gekeken. Vervolgens hadden we eten besteld. Maar het duurde 2 uur voordat we het eten kregen. Niet normaal lang. Dus ik was eigenlijk al over mijn honger heen. Maar ik had pasta met garnalen en roomsaus. En op een gegeven moment was ik aan het eten. Ik kreeg ook buikpijn. Toen dacht ik van, nou, dit is niet best. Maar ja, wat wil je als je om 9 uur eet? Dus daarna zijn we lekker naar huis gegaan en heb ik nu even op de bank gelegen. En nu is gelukkig de buikpijn wel een beetje gezakt. Dus dat is fijn. Maar het was verder echt ja, heel gezellig. En we hebben ook nog wat spelletjes gespeeld in de tussentijd voor het wachten van het eten. Dus dat was helemaal geslaagd. En met dat soort dingen vergeet ik gewoon te filmen. En denk ik er eigenlijk helemaal niet over na. En als ik dan naar huis ga, denk ik echt, oh, waarom vergeet ik dit? Beetje stom. Maar goed, het is wat het is. Ik ben echt heel erg verslaafd aan de vlogmas van All About Leonie. Misschien dat ik het wel vaker heb gezegd hoor, maar ik kijk echt al haar video's. Ze zijn echt heel chill en relaxend. En ze is heel, ja, gewoon heel fijn. Dus ik kijk haar echt heel erg graag. En Bonnie van Bij Bonnie. Ja, dat zijn eigenlijk een beetje de twee die ik het meeste kijk. En Vera Camilla kijk ik ook vaak. Ik zit even in mijn abonnementenbox te kijken. Floor Delver kijk ik ook graag. Make Me Blush vond ik heel leuk met alle adventkalender unboxingen. Maar ik heb haar daarvoor niet gekeken. Dus dat weet ik niet zo goed. En Lotte van Lief Lotte vind ik ook heel leuk om te kijken. Even kijken hoor. Wie hebben we nog meer? Esmee Geel kijk ik ook wel eens. Phenomenal kijk ik ook wel eens. Lynette vind ik heel erg leuk om te kijken. Die heeft echt hele leuke video's. En Wil en Tien, maar die hebben al een hele tijd niks geüpload. Maar dat zijn een beetje de mensen die ik
ik het meeste kijk op YouTube. Laat zeker even achter wie jouw favoriete YouTuber is of wie jij veel kijkt. Dan ga ik daar ook lekker een kijkje nemen. Het is altijd leuk om nieuwe kanalen te ontdekken. Ik ga nog even lekker chillen en dan ga ik straks mijn gezicht even verzorgen en tanden poetsen en naar bed. Zo. De dag zit er weer op. Of het weekend eigenlijk. Komende week heb ik lekker nog een vol weekje voor werk. En dan daarna heb ik een week vakantie met kerst en oud en nieuw. Dus dat is echt super lekker. En die week daarna heb ik ook nog een rustig weekje met werk. Dus dat is ook fijn. Ik ben benieuwd wat jullie plannen zijn met kerst. Als je het leuk vindt, laat het zeker even achter. Ik moet even kijken of ik dan ook nog ga vloggen. Of dat ik dat dan even oversla. Een andere video plaats. Of dat ik gewoon even één keer een weekje geen video plaats. Kijk, net is één gel lak nagel eraf gegaan. Echt super stom. Terwijl ik het 2 dagen geleden heb opgedaan. Heel stom. Maar goed. Ik ga eventjes mijn tanden poetsen en dan lekker slapen. Ik hoop dat jullie de weekvlog een beetje leuk vonden. Ik wil je bedanken voor het kijken. En tot de volgende video. Doei doei.